spelen. Rits met de omschakeling. Kolovos. Kolovos sneller dan Pulido. Kolovos moet het nu afmaken. Kolovos maakt het dan toch af. Teffren. Goed afgesnoept door Kolovos. Nu wel kijken naar de tegenaanval voor Mechelen. Kolovos temporiseert slim. Wacht op steun. Goed meegegeven binnendoor voor Schouten. De Schouten de voortrekken tot in de tweede lijn. En dan de trap. Ja, wel is binnen. En wie is het? Castagne moet oppassen. Castagne moet oppassen. Kijken naar Kolovos. Oh, goede redding nog van Bizot. En dan gaat hij eens op wandel. Goeie bal. Kolovos. Vrij. En waarom trapt hij niet? Buitenkant voet dan. Mechelen blijft in balbezit, daarom geeft Luc Wouters voordeel. Kolovos die laat zich wel. Omwille van de Griekse goal, maar het staat wel degelijk 1-1. Uitkijken nu wel naar Schouterde op de linkerkant. Schouterde. Ze hebben dan misschien niet waanzinnig veel weggegeven achterin. Een paar flitsen waren voldoende van KV Mechelen dat er hier nog eens een keertje uitkomt. Kolovos. Kolovos door de benen. Kolovos. Oh la la. Diepe bal nog eens richting Kolovos. Kolovos. Nee. Kolovos, jawel. Kolovos komt naar binnen. Kolovos. Kolovos. In de hal. Geen slechte bal. Daar is de kopbal van Ouali, dacht ik te zeggen, naar Zmulek. Naar Nesaoudi. Met Saoedi nog steeds, maar waar moet het nu naartoe? Dat is goed van...